hoogtepunt van 2013. Een persoonlijk hoogtepunt of een hoogtepunt voor ons allemaal? Een persoonlijk hoogtepunt. ja, dat is een goede. Allemaal leuk. Ja, nee, ik snap het. Nou, ik vond het een persoonlijk hoogtepunt dat ik in mijn eentje op vakantie ben gegaan. Dat durfde ik nooit. Ja, was nog leuk. Niemand rekening te houden, heerlijk. En ja, voor ons allemaal hoogtepunt was toch wel dat, dat we eigenlijk met z'n allen wel leuk met elkaar overweg gaan. Dat vind ik toch altijd wel fijn. Ja, nou oké. Alleen met jullie hoor, maar ik ben nu aan het slijmen, hè? Want ik wil natuurlijk leuk vinden, dat snap ik wel. Vertel, wat betekent kerst voor u? Nee, heel veel drukte. De hele familie komt bij mij eten. En dan, ik heb een vrij grote woonkamer, maar dan staat 3/4 vol met tafels aan elkaar. Dus ja, daar worden wat beestjes geslacht bij ons, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, heel druk. Maar wel leuk, met lampjes en kaarsen en ja, wel. Gezellig, maar druk. Ja. En welke wens heeft u voor 2014? Nou, persoonlijk hoop ik weer dat ik lekker een weekje alleen in de zomer op vakantie ga. Zo van we gaan er naartoe. En voor ons allen hoop ik toch dat we het met z'n allen leuk afsluiten. En dat jullie mij daarna ook niet hebben. Zo, nee, natuurlijk niet. Nee. En jij, ik moet je zeggen, stiekem niks. Hè. Nog meer? Dat was het. Wanneer is je laatste dag? Mijn allerlaatste dag wordt volgende week vrijdag. Bij de kerstviering van pas 1 en 2. Dus dan hebben we het over de 20ste december. Hoe lang heeft u op onze school gewerkt? 14 jaar. Nou, wat er vooral is, is dat er natuurlijk een aanbouw is gekomen bij de lokale 0708. Dat de aula vooral is. Dus vroeger zat daar een. Goed nadenken, daar zat vroeger een bibliotheek. En dat is nu dan de lounge geworden. En de school is gewoon groter geworden. En we hebben die geworden en laptops. Dat zijn al die anders zelfs die hier begonnen werken. En dat is zelf veranderd in die tijd? Ik ben een stukje rustiger geworden. Vroeger was ik, heel opzeker, want hij is nog steeds heel druk, maar vroeger was ik nog drukker. En, dus ik ben wel veranderd, ja. Ja, klopt. En was wel coördinator tussen je team? Vond je in het begin wel, want in het begin vond ik het heel lastig om iemand waar ik het heel goed mee kon vinden, om die dan uiteindelijk, omdat die een probleem had met een collega, dat die dus op zijn donder moest geven. Dus daar moest ik in het begin best wel aan wennen, maar gelukkig zijn de meesten die vinden dat prima en die accepteren dat. En die snappen ook best wel dat ik daarvoor ben. Om, ja, als je iets uitspookt, ja, dan zit er vaak wel iets aan vast. Dus hoe werkt dat? Als een van de weinigen bent u ook binnen de feestje gekocht, is het moeilijk tussen al die nachtfans? Nee, kijk, als je verstand van voetballen hebt, dan weet je dat het mooiste shirt dat voetbalt op dit moment helaas in de Jupiler League, maar het mooiste shirt is van Willem II. In de tijd dat ik hier kwam werken was 1999, speelde Willem II de Champions League. En Europa Cup, speelden ze altijd de top van de Eredivisie. Maar door wat financieel wanbeleid zijn ze uiteindelijk terechtgekomen in de Jupiler League. Maar als je eenmaal fan bent van de club, dan blijf je fan van de club. U heeft ook veel activiteiten. Wat bijvoorbeeld met carnaval altijd heel bijzonder geweest. Welke activiteiten vond u het leukst? Oeh, er zijn er zoveel. We hebben de carnavalsavond is natuurlijk altijd een hele leuke avond geweest. Ik heb daar ook verschillende leuke pakken inderdaad aangehad. Die hangen onder andere hier op mijn fotobord. Ik was als duivel rondgelopen en als een of andere Johnny en weet ik wat ik allemaal eruit heb gezien. Maar wat bijvoorbeeld ook heel erg leuk is, is de dropping in klas 2. Dat is altijd echt een feestje om dat te mogen organiseren. De excursie in klas 2 vond ik altijd heel erg leuk om te doen bij de IJzerman in Vught. Blemont is heel erg leuk voor klas 4. Dat heb ik, dit zou mijn 13e keer worden, die ga ik niet halen. Ik ging altijd mee naar Parijs. 14 keer mee geweest. Ik ben begonnen met het organiseren van een excursie naar Londen voor klas 3. Daar ga ik dan helaas niet mee naartoe, want dat vindt pas plaats als ik al weg ben. Maar ik heb het samen met de Tuitel opgezet.
En ja, zo zijn er heel veel dingen die georganiseerd zijn. Er zijn heel veel leuke dingen op school die georganiseerd worden. Heeft hij veel rol gehad? Ontzettend veel. En dat is ook wat ik het meeste ga missen. Toen ik mijn nieuwe baan kreeg, toen wist ik ook van nou moet ik dus een afscheid gaan nemen van mijn leerlingen, van mijn mentorklas, maar ook gewoon in het algemeen. Ik vind het heel erg leuk om met jongeren te werken. Ik haal er ook heel veel plezier uit. Dus wat dat betreft ga ik ze wel heel erg missen. Je bent ook coördinator van laagbegaafde brugklassen. Kijk je daar tevreden op? Jazeker. Ik denk als je kijkt hoe goed onze leerlingen het doen op het Frenken, die uit onze MAVO-HAVO-klas dan uiteindelijk naar de HAVO toe gegaan zijn, dan mogen wij daar als school heel trots op zijn. En vooral de kinderen die het dan zelf doen, want ze moeten er heel hard voor werken om de HAVO te kunnen halen. We doen dat nu al een heel tijdje. En ik denk dat dat echt een reclame is voor de school. Waar gaat u nu werken? Ik ga nu werken bij het Dommelmond College op de unit Malen. En daar word ik teamleider brugklas. Dus ik word verantwoordelijk voor de brugklas. Waarom wilt u werken? Ik vind jullie hartstikke leuk. Maar als je aan het werk bent, dan zul je misschien met de ouders en dergelijke komen even maken. Op het moment dat je promotie kan maken of een stap vooruit kan maken. En zo'n kans komt voorbij. Dan is dat goed te doen. Je ziet het wel eens aan voetballers. Hè. Die beginnen dan bij een hele mooie club als Willem II bijvoorbeeld. En dan maken ze de overstap naar Ajax. Bijvoorbeeld Mark Overmars, dat is een bekende van vroeger. Die ging van Willem II naar Ajax, naar Barcelona. Haalde het Nederlandse elftal. Heeft een hele mooie voetbalcarrière gehad. En ja, op die manier probeer je stap te maken. Dus in je werk probeer je altijd jezelf te verbeteren. En weer een nieuwe uitdaging. Vandaar dat ik het goed gaan. Maar niet omdat ik jullie niet meer vind als leerling. Nee, zeker niet. Dan wil je graag bedankt voor het Hartstikke goed. Hartstikke goed. Graag gedaan. Hallo mevrouw, wat was uw hoogtepunt uit 2013? Mijn hoogtepunt van 2013 is dat ik mijn propedeuse heb gehaald. Het is een soort van diploma op de wiskundeopleiding. En daar was ik wel heel erg blij mee. En natuurlijk heb ik de leukste nieuwe mentorklas gekregen. Daar ben ik ook heel blij mee. En wat was uw leukste kerst? Mijn leukste kerst? Die was in Suriname. Ik ben in Suriname geweest tijd voor stage. En daar hebben ze zelfs blauwe kerstmannen en kerstmannen tussen palmbomen hangen. En zelfs de kerstbomen zijn daar roze. Dus ze vieren daar echt op een hele leuke manier kerst. Klinkt gezellig. En heeft u nog een wens voor 2014? Die is wel standaard, maar ik hoop dat iedereen gelukkig en gezond blijft. Dat hoop ik ook. Dus fijne kerst. Fijne kerst. Kerst betekent voor mij lichtjes en versieren en gezelligheid. Binnen de boel gezellig maken, een hoop spullen van zolder halen. Dennennaalden overal. Gezellig bij mensen naar binnen kijken hoe zij de kerstboom hebben versierd. En gezellig samen dingen doen en op vakantie gaan. Welke gebeurtenis heeft de meeste gelukkig? Dat is een lastige vraag, omdat natuurlijk dingen in mijn leven zijn gebeurd, maar ook op de hele wereld. Als ik kijk naar mijn eigen leven, vind ik het heel leuk dat ik dit jaar mentor ben van een hele leuke klas, 2G. Dat is eigenlijk de leukste klas van mijn school. En dat is eigenlijk wel iets wat toch wel indruk maakt, dat het zo leuk kan zijn. Maar daarnaast ook dat ik weer ga samenwonen dit jaar, dat heeft ook wel indruk gemaakt. En over de hele wereld gebeurt er zoveel, dat we eigenlijk iedere keer wel andere dingen zijn. Indrukwekkend zijn. Dus ik vind het een lastige vraag om in één keer te beantwoorden. Wat is uw wens voor 2014? In 2014 wens ik iedereen heel veel heel afgezaagd gezondheid en geluk. En fijne dingen en liefde en hoge punten en alles wat fijn is te maken. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Gelukkig nu, hè? Hallo, meneer. Wat was voor u het hoogste punt van dit jaar? Nou, waar ik op dit moment het meest aan moet denken is dat Nelson Mandela deze week is overleden. En die man die heeft zo'n gigantische invloed gehad, niet alleen op Zuid-Afrika, maar eigenlijk zo'n beetje op heel de wereld. Als je hoort wat Obama erover zegt, als je hoort wat meneer Rutte erover zegt, eigenlijk iedereen die heeft het erover. En dat terwijl hij nou dood is. Eigenlijk toch heel gek. Ja. Dus dat vond ik heel bijzonder. Wat betekent kerst voor mij? Nou, eigenlijk is het vooral
Het samen zijn met de familie, lekker vakantie vieren en ook heel veel dingen doen waar je anders niet toe komt eigenlijk. Dat is eigenlijk het meeste. En wat is uw kerstwens voor 2020? De kerstwens? Nou, in ieder geval dat iedereen die bij ons bijvoorbeeld op school zit, op dat plekje terecht komt waar in ieder geval het volgende schooljaar het beste past. Bedankt voor het interview. Alsjeblieft. Meneer Pijnmans, u stopt met lesgeven. Waarom? Nou, ik heb de leeftijd bereikt die dat mag. En ik wil graag stoppen terwijl ik nog heel veel fit ben. En niet zo lang doorgaan tot het niet meer gaat. Dus dat is voor mij de reden. Was het altijd uw droom om gymleraar te worden? Niet van klein kind af aan. Ik heb, toen ik klein was wilde ik directeur worden. En ik wilde ook nog een keer bij de brandweer. En ik heb ook lang eigenlijk niet geweten. En op de middelbare school dacht ik van, ik wil gymleraar worden vandaag. Wat is uw favoriete sport en doet u die sport ook in uw vrije tijd? Ik heb vroeger geturnd, vond ik leuk. Maar dat gaat op een gegeven moment niet meer. Toen ben ik gaan zaalvoetballen, vond ik het lang gedaan. En totdat ik aan een hernia geopereerd ben. En sindsdien heb ik hard gelopen en nu ben ik bezig met mountainbiken. Kijkt u ook op tv heel veel sport? Regelmatig, vooral voetbal. Vind ik leuk. Net als dingen als Olympische Spelen en zo, die zie ik heel graag. Ja. Hoe lang heeft u in het onderwijs gezeten en hoe lang op onze school? Ik moest eerst in dienst een jaar en daarna 36,5 jaar in school. En waarvan ik hier ongeveer 7 jaar ben. U rijdt ook motor zoals nog een paar andere leraren. Ze zeggen dat u het hardst motor kunt rijden van allemaal. Klopt dat? Wie zegt dat? Dat weet ik niet. ik weet niet of ik het hardst kan. Ligt ook aan de motor. Hè. Die van mij die kan 225, heb ik gezien. En wat voor motor heeft u? Ik heb een Honda Pan European Tourmotor, noemen ze dat. Maar misschien kan meneer Kolen wel harder, want die heeft een sportmotor. En als u straks weggaat, gaat u dan opvolgen? Die mevrouw loopt hier al rond een paar middagen. Dat is mevrouw de Boga, en die neemt mijn les strak over. Wie of wat gaat u het meest missen? Oei, ja, dat is lastig. Wie? Nou, niet speciaal iemand, maar wel gewoon de leuke spontane reacties van de kinderen. Dat vond ik altijd wel heel leuk. Ja. U krijgt straks veel vrije tijd, maar waar verheugt u zich het meest om? Lekker motorrijden. Ik hou er ook van om een paar keer in de week te gaan mountainbiken. Ga ik doen. En ik hou van verre reizen en die kan ik nou wat meer doen zo door het jaar heen. Tot slot een aantal kleurvragen. Sven Kramer, de schaatser, of Jeffrey Herlings, de motorrijder? Ik weet wat ze doen aan sport, ja. Sven Kramer. Gymnastiek moet weer verplicht vak worden op de basisschool, ja? Ja. Teamsport of individuele sport? Teamsport. Kerst of oud en nieuw? Oud en nieuw. Sporten op Arkdonk of sporten bij Twins? Twins. Olympische winterspelen of WK voetbal? WK voetbal. Marianne Vos of Ranomi Kromowidjojo? Marianne Vos. Advent is de leukste school waar ik ooit gewerkt heb, ja? Ja. Wij vonden u echt een hele lieve leraar. Dank u wel. En willen jullie bedanken voor alles. Dank u wel. Wat was uw hoogtepunt uit 2013? Het allerleukste uit 2013 vond ik de vakantie in Griekenland. Daar ben ik lekker geweest. We zijn naartoe gevlogen. En ja, lekker zon, zee en stad en heerlijk eten. En het was echt het beste van 2013. Klinkt leuk. En wat was uw leukste kerst? Mijn leukste kerst was met vrienden, lekker eten. En ik hou van koken natuurlijk, want ja, dat vind ik fijn. En nou, met vrienden lekker eten. En samen zijn, vind ik het leukste. Gezellig. Ja. En heeft u ook een wens voor 2014? Nou, dat iedereen die ik ken, en die ik niet ken misschien ook wel zelfs, dat iedereen lekker gezond en gelukkig blijft. Ja, dat hoop ik ook. Oké. Okay. Fijne kerst. Dankjewel, jij ook. Bedankt. Wat was je hoogtepunt uit 2018?
Mijn hoofdpunt was op vakantie naar de Scheveningen, maar voor mij 3 dagen en wat 10 dagen zon. Helemaal niet in Nederland. En wat was uw leukste kerst? Jij hebt mijn tas, hè? Mijn leukste kerst was mijn eerste kerst in Engeland, waarbij ik zo'n vreselijk grote kogel kreeg en ook zoveel groenten. En ik dacht van, oh nee, dat durf ik niet aan. En ik overleefde was dat leuk. En wat is uw wens voor 2019? Mijn wens voor 2019 aan de hele als het hebben gehad over wereldvrede en dat soort dingen, ga ik gewoon voor kalorievrije chocola. Dankjewel. Fijne kerst. Hallo meneer. Wat betekent voor uw kerst? Vooral veel gezelligheid met familie en bekenden. Dat betekent voor mij vooral. En wat was het toppunt van 2013? Nou, is eigenlijk niet zo lang geleden. Ik denk, je weet dat ik geschiedenis geef, en een van de grootste mensen van de hedendaagse tijd is overleden. Het overlijden van Nelson Mandela, dat vond ik heel aangrijpend. En dat was voor mij zowel positief als negatief. Positief, dat hij veel dingen goed gedaan heeft, en toch negatief om af te kijken van nou, jongens, wat gaat er de komende tijd allemaal een beetje gebeuren in Zuid-Afrika. En heeft u nog een kerstwens voor 2014? Mijn kerstwens is eigenlijk helemaal niet zo heel origineel. Ik denk dat ik gewoon zeg van nou, alle goeds voor iedereen. En daar denk ik dat ik laat. Nou, bedankt voor dit interview en tot ziens. Graag gedaan. Hallo meneer Wester. Hoi. Wat was uw hoogtepunt uit 2013? Mijn nieuwe baan. En wat was de leukste kerst die u ooit heeft gehad? Oeh, dat is een goeie. Die moet denk ik nog komen. Hoop ik ook voor u dan. Ja, misschien wel dit jaar. Wie weet, hè? Wie weet. En wat is uw wens voor 2014? Dat iedereen vooral heel gezond mag blijven. Dat hoop ik ook. Oké, hartstikke goed. Fijne kerst. Hetzelfde, jij ook fijne kerst.